Mijn naam is Lars van Velsum en welkom bij het Jupiler League weekoverzicht. Dit weekend werden we gezegend met niet één, maar liefst twee speelrondes in de Jupiler League. Vrijdag werd er gespeeld, speelronde 14, en afgelopen maandag speelronde 15. En laten we eerst speelronde 14 eventjes snel behandelen, want er kwamen namelijk bijzondere dingen voorbij. Als eerste stond natuurlijk de topper tussen NEC en Jong Ajax op het programma, de nummer 1 tegen de nummer 2. En in die wedstrijd was een hoofdrol weggelegd voor Mohamed Rahi. Want hier maakt de ex-speler van PSV op wonderbaarlijke manier de gelijkmaker tegen Jong Ajax, die dus al op voorsprong gekomen waren. NEC zou uiteindelijk winnen met 2 tegen 1 en zodoende de koppositie verstevigen. Maar deze goal voor Rahi, een absoluut pareltje. Ja, en wat dan opviel in speelronde 14 waren het grote aantal prachtige vrije trappen. En ik ga er nu even snel een paar behandelen. Ja, en dit is er eentje van Dante Rigo van Jong PSV. Die zit er aardig in met zijn rechter in de linkerhoek. Sowieso wel bijzonder, want Jong PSV won met maar liefst 6 tegen 0 van Telstar. Die dus op deze manier nederlagen met grote overwinningen en grote nederlagen afwisselen. Een bijzonder seizoen voor de club uit Velsen-Zuid. En een andere, die was dan met links gemaakt, was die van Jeroen Veldmaten, centrale verdediger van Emmen tegen FC Volendam. In een wedstrijd waarin Emmen terugkwam van een achterstand en zodoende de winst pakte in Noord-Holland. Ja, deze ziet er ook wel vrij aardig in. Van nog iets verder dan die van Rigo en met de andere voet dus. Maar een prima vrije trap. Maar dat was niet de allermooiste. Want die kwam namelijk op naam van Kalkan van Dordrecht. Die hem heerlijk in de linker kruising schiet. De Roemeense huurling van Willem II. Ja, die is sowieso een prima toevoeging voor het team van Dordrecht. Ja, en dan het laatste wat ik nog even wil behandelen. Dat is de overwinning van Fortuna op Go Ahead Eagles. Het zag er namelijk lang niet zo naar uit. Maar uiteindelijk was het ook een verdediger die het omdraaide voor Fortuna. Het was namelijk Wessel Dammers die met 2 rake kopballen de kop zorgen voor Go Ahead vergroten. Dit is de eerste goal. En kijk eens naar het juichen. Dat vind ik eigenlijk nog misschien wel het mooiste. Het is authentiek juichen. Echte emotie. Echt juichen. Ja, ik hou er ontzettend van. En ja, een paar minuten later, wederom met het hoofd, we kunnen het wel een specialiteit noemen ondertussen, maakt hij ook nog eens de winnende. En ook hier is hij verschrikkelijk blij mee. Dan pakken we ook even snel de uitslagen erbij van speelronde 14. Nou, ik zei het dus net al, Jong PSV, die wonnen dus met maar liefst 6 tegen 0 van Telstar. Moet wel bijgezegd dat Telstar een lange tijd van de wedstrijd met 10 man speelde door een rode kaart voor Cabral. En voor de rest viel op de Graafschap, dat hebben maar liefst 4-0 won van Eindhoven. En zodoende was het weer een speelronde met een hoop verrassende uitslagen. En dan snel naar de speelronde van gisteravond. Want NEC mocht het uit opnemen bij Telstar. En de Nijmegenaren die hopen voor de winterstop al een groot gat te slaan op weg naar het kampioenschap waar zo erg naar gesmacht wordt in Nijmegen. En ze wonnen natuurlijk vorige week van Jong Ajax. Dus je zou denken, directe concurrent verslagen. Dit moeten ze vast zien te houden. En dan Telstar, dat uit de interlandbreak vrij slecht kwam met een dik verlies tegen RKC eerst en daarna tegen Jong PSV. Ja, en in de wedstrijd werd in de eerste helft helemaal niet gescoord. Maar in de tweede helft brak de wedstrijd helemaal open. Onder meer door deze prachtige openingsgoal door Twan van Huizen, de centrale verdediger. Wederom een centrale verdediger die scoort. Die hem heerlijk onderkantje lat binnentrapt. En dat is alweer zijn derde doelpunt van het seizoen. En dat zijn toch cijfers voor een centrale verdediger. Niks mis mee. Maar het werd nog mooier voor Telstar. Want het was namelijk Mohamed Osman die de stand op 2-0 zou bepalen. Met deze geweldige afstandspegel. Echt niet te geloven. Hij is zelfs buiten camera beeld omdat hij van zo ver weg is. Ik denk een metertje of 35, maar hij schiet hem op prachtige wijze binnen. En dat is weer een mooie goal voor Osman die dus een beetje patent op lijkt te hebben. Ik denk dat hij nog dit seizoen geen enkel lelijk doelpunt heeft gemaakt. Na mijn rant over Marvin Peersman bij Cambuur en Brian Smeets tegen Fortuna Sittard, weten jullie dat ik sportiviteit hoog in het vaandel heb staan. Maar bij de 2-2 van NEC was dat ver te zoeken. Want het is natuurlijk gewoon een regel dat als je je tegenstander blesseert, die bal eventjes uitgaat. Want Sven Brake die blesseert hier Snow van Telstar. Die ligt op de grond en die blijft liggen. Ja, en wat er dan gebeurt, NEC voetbalt gewoon verder. Die denken niet van we schieten de bal eventjes uit, dus die gaan gewoon door. En uiteindelijk komt die bal bij Sven Brake en die maakt gewoon de 2-2. Terwijl de verdediger van Telstar nog op de grond ligt. Ja, ik vind dat niet zo netjes. Maar gelukkig bestaat er ook zoiets als karma in het voetbal. Want ja, wat NEC net deed bij Telstar, gebeurt nu eigenlijk andersom. Want Novakovic gaat hier door. Ted van der Pavert gaat naar de grond, blijft liggen. En dan denk je van, oké, balletje gaat uit, zoals we het normaal hoort. Maar
Omdat NEC natuurlijk bij de 2-2 niet deed, denkt Telstar, waarom zouden wij het dan wel doen? En wat er dan gebeurt, Novakovic schiet op doel, de bal komt omhoog en daar is good old Melvin Platje die uiteindelijk de 3-2 maakt, terwijl Ted van der Paver daar dus nog ligt. En normaliter zou ik zeggen, ja Telstar, dit is net zo schandalig. Maar aan de andere kant, ja, weet je, NEC doet het ook. Dus ja, ik kan op Telstar niet boos zijn. Ja, gisteravond stonden natuurlijk FC Den Bosch en de Graafschap tegen elkaar. Twee ex-clubs van Barry Powell. Dus het zal voor hem wel een bijzondere wedstrijd geweest zijn. Barry, je hebt natuurlijk bij beide clubs gevoetbald. Aan welke heb je nou de meest warme herinneringen? Ja, ik moet zeggen aan beide ja, hele goede herinneringen. Ik ben bij beide kampioen geworden. En ja, beide ook topscorer in de Jupiler League. Dus ja, de Graafschap, ja, daar ben ik zelfs twee keer kampioen geweest. En ja, hele mooie tijd gehad. Maar ja, bij Den Bosch waren mijn eerste stappen in betaalde voetbal. Dus ja, dat was ook natuurlijk heel bijzonder. Ja, nee, want welk kampioenschap vond je mooier van de twee? Was het omdat je in het eerste jaar natuurlijk meteen kampioen werd? Is dat dan nog anders dan dat je het verderop in je carrière wordt? Ja, nee. Kijk, de eerste was natuurlijk bijzonder. Was mijn eerste jaar in betaalde voetbal. En ja, op de laatste speeldag bij Den Bosch maakte ik ook nog zelfs de winnende als invaller, waardoor we kampioen werden. Ja. Maar ja, de tweede met de Graafschap was natuurlijk ook speciaal. Want ja, daar had ik een nog grotere inbreng. Ja, omdat ik daar 29 keer scoorde en ook topscorer werd van de Super League. Dus ja, het is lastig vergelijken. Je houdt evenveel van allebei de clubs, hoor ik al. Ja, ja, het is allebei is het mooi. Kijk, Den Bosch mooi dat ik daar mijn kans heb gekregen in betaalde voetbal. Ja, en bij de Graafschap ja, heb ik gewoon hele mooie tijden langdurig meegemaakt. Ja, en de wedstrijd gisteravond eindigde dus in een gelijkspel. Maar eigenlijk had Den Bosch misschien wel wat meer verdiend, hè? Ja, ik hoor het, ja. Ik moest zelf trainen helaas, anders was ik er graag bij geweest. Maar ja, ik hoorde ja, dat ze goed hebben gespeeld. En ja, ook een beetje wat je leest van ja, supporters trots zijn dat ze het ja, we een team zien die daarvoor gaat strijden. En ja, ze zijn nu geloof ik iets van 9 wedstrijden thuis ongeslagen. Of ja, überhaupt ongeslagen. Dus ja, ze zetten een hele goede reeks neer. En ja, de Graafschap ja, is nu ook eigenlijk met een goede serie bezig. Ja, NEC verloren ze dan. Maar ja, dat is niet heel gek, denk ik. Want ja, dat is wel een ploeg ja, die uiteindelijk kampioen zal worden. Nou, nog even een andere vraag. Je bent natuurlijk 37 onderhand. En je speelt natuurlijk nog steeds bij IJsselmeervogels. Denk je dat jij op dit moment nog mee had gekund in de Jupiler League? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, het is nu sowieso heel anders dan een paar jaar geleden. Ja, nu zijn het vooral ja, echt jonge teams met heel veel jonge spelers. Ja, met weinig ervaring en routine. En daarop ja, zou ik toch wel een paar doelpunten kunnen maken. Maar ja, qua snelheid en uithoudingsvermogen lopen ze misschien wel iets voor. Maar ik denk dat ik er nog wel een paar zou kunnen maken. Ja, en dan weer het leukste onderdeel misschien wel van JLWO. De top 3 momenten van deze speelronde. En moment nummer 3 zijn er eigenlijk wat meer. Maar dat is de hoeveelheid ballen op de paal in de Jupiler League. Ja, de eerste die ik wil laten zien is van Hiwat van Helmond Sport. Die namelijk het voor elkaar krijgt om 2 keer de binnenkant van de paal te raken. Voordat Arne Nouts de bal binnen kan schieten voor de Helmonders. En de tweede is de bal van Dylan Seys op de paal. Een prachtig schot van buiten de 16. Zorgde bijna ervoor dat RKC terug kon komen tot 3-3. Ja, de derde dat is misschien wel de allermeest knullige van allemaal. Dat is Joris Deller die de bal tegen Platje zijn been aanschiet. En die dat hij daardoor bijna het doel in belandt. Hij schoot hem dus tegen zijn knie. Hij wilde de bal ver weg trappen. Schoot hem tegen de knie van Platje. Ging tegen de paal. Maar niet erin. Maar het maakte niet uit. Want Telstar won evengoed dus deze wedstrijd van NEC. En momentje 2 was iets in de wedstrijd tussen OS en Jong PSV. Het licht viel namelijk uit. In één keer het hele stadion donker. Alleen de ledboarding deed het nog. Want die draaien op een aparte krachtstroom. En ja, het hele stadion zwart. En dat is op zich niet zo erg, denk ik, voor de supporters van FC OS. Want ja, ze gingen vrij dik onderuit met 3-0. Dus het is misschien maar goed dat ze er wat minder van gezien hebben. En dan het laatste moment. Ja, dat is eigenlijk wel een treurig iets. Sportclub Veendam, een club die ja, een aantal jaar geleden ons helaas ontvallen is door een faillissement. Hun thuisbasis, de Lange Leegte, wordt namelijk gesloopt. Een grote kraan is namelijk bezig om het hele stadion ja, met de grond gelijk te maken. En ja, dat doet me toch wel een beetje pijn. Veendam, een mooie club. Ik heb nog veel contact met supporters daarvan. Kom nog steeds jaarlijks bij het Veendam voor Altiet toernooi. Het supporters toernooi dat nog steeds gehouden wordt. En ja, het is toch een stukje Nederlandse voetbalcultuur dat hier gesloopt wordt. En ja, dat doet mijn voetbalhart toch wel pijn.
Ja, en zelf was ik gisteravond bij een absolute kraker in de tweede periode. Namelijk de wedstrijd tussen Almere City en RKC. Ja, en beide teams die kenden een matige eerste periode, waarbij RKC 17e eindigde en Almere City 16e. Maar nu doen ze het wat beter. Beide teams stonden namelijk voorafgaand aan het duel op 7 punten in de tweede periode. En de thuisclub zou op voorsprong komen in deze wedstrijd. Een prachtige lange bal van Kelvin McIntosh zorgt ervoor dat Valpoort alleen op Etienne Fase afgaat. Ja, en die stopt hem af, onreglementair natuurlijk. En krijgt een gele kaart en een penalty tegen. Gelukkig niet meer rood en een penalty. Een triple punishment. Marco van Basten heeft dat goed ervoor gezorgd dat dat niet meer zo vaak voorkomt. Ja, het is natuurlijk wel een terechte strafschop. En normaliter zou je denken, ga daar niet zelf achter de bal staan. Maar Valpoort doet het wel en schiet de bal prima in de linkerhoek. Ja, Almere dus op voorsprong, maar RKC zou terugkomen in de wedstrijd door een goal van iemand die niet op vrijdagavond met Willem van Hanegem over het circuit van Zandvoort raced, maar gewoon centrale verdedigers bij RKC. Jan Lammers zorgt namelijk voor de gelijkmaker, doordat ja, de verdediging van Almere gewoon staat te maffen bij deze hoekschop. En zodoende kan hij bij de tweede paal vrij inkoppen en zorgen dat de stand weer gelijk is. De Indonesische superster Ezra Walian had inmiddels de stand op 2-1 gezet. Maar we zouden nog meer doelpunten krijgen in de eerste helft. Want Almere die wil wat laten zien voor het thuispubliek. Die natuurlijk zelfs op deze regenachtige maandagavond gewoon weer te vinden waren in het Janmaarstadion. En hier komt de bal terecht bij Sylvester van der Water. En die schiet die bal keurig in de verre hoek. Maar het publiek in het Janmaarstadion werd getrakteerd op nog een doelpunt. En deze keer kwam hij van een RKC'er. Namelijk Dylan Seijs, die schiet deze vrije trap prima binnen met zijn linker. Ik heb natuurlijk al eerder deze aflevering behandeld met die bal op de paal. Maar deze bal zit er goed in. Al vraag je je af wat dit muurtje in vredesnaam aan het doen is. Het is geen onhoudbare bal, maar de muur die valt uiteen of er bukt iemand. Ik weet het niet precies. In ieder geval, de muur deed niet waar het voor bedoeld was. Namelijk de bal tegenhouden. Helaas vielen er in de tweede helft geen doelpunten meer. Dus we zijn compleet verwend in de eerste helft. En de tweede helft was iets magerder. Desalniettemin is Almere City, doordat NEC verloor en RKC dus ook, de koploper, de nieuwe koploper in de tweede periode van de Jupiler League. Ja, en dan een ander vast onderdeel natuurlijk in JLWO, de kijkersvragen met de desbetreffende hashtag. En ik moet wel zeggen, ik ben een beetje boos, want we hebben verdomme 2 speelrondes en we hebben maar weinig vragen gekregen. Dus dat moet echt beter, mensen, anders zou ik toch geneigd moeten zijn om dit onderdeel uit JLWO te schrappen. Desalniettemin waren er wel 3 vragen en die ga ik nu eventjes snel behandelen. En de eerste vraag is van Jordi Meijnheer, die zegt van, ik heb Mohamed Met gezien tegen Cambuur, de nummer 10 van Den Bosch. En hij was verreweg de beste man aan Bosch's kant. Wat vind jij van hem? Nou Jordi, ik heb het al een paar weken geleden ook al gezegd, maar die Met, dat is echt een speler om van te smullen. Ja, hij kwam bij Den Bosch dit jaar door een transfer vanaf Víkingur uit IJsland. En daarvoor speelde hij onder andere bij Fortuna en bij NEC en in België. Dat is natuurlijk een Belg. Maar ik ben ook blij verrast. Dat is altijd weer zo'n speler dat je denkt van, hoe komen ze bij hem en hoe kan het dat hij het zo goed doet? En ik heb er niet echt een logische verklaring voor, behalve te zeggen dat het gewoon een goede speler is. En dat misschien alles nu net op zijn plek valt, waardoor hij alles tot uiting kan brengen. Ja, de volgende vraag is van Supervak F en die gaat over RKC. Dat ze al 5 wedstrijden ongeslagen waren en bezig zijn met een inhaalslag, hoe dat nou kan. En ja, het is natuurlijk wel vrij makkelijk om... Deze vraag is gesteld na afgelopen vrijdag. En het is natuurlijk vrij makkelijk om daar nu lacherig over te gaan doen, aangezien ze gisteravond verloren. Maar desalniettemin is RKC wel weer goed bezig. Zoals gezegd, ze kenden een mindere eerste fase van de competitie, maar ze zijn nu toch weer veel beter bezig. En ik denk zomaar dat dat echt wel komt door bijvoorbeeld zo'n Hans Mulder. Vorige week heb ik hem natuurlijk behandeld, maar hij brengt zoveel ervaring en zoveel gochme in het spel. Dat zag ik gisteravond ook, zoveel meer rust. Dus ik denk dat Hans Mulder echt een belangrijke speler is voor dit RKC. En dat ze daar nog veel aan gaan hebben dit seizoen. En dan de derde vraag van de Yellow Green Army, die zich afvraagt, ja, welke speler kan nou moeiteloos mee in de Eredivisie? En ja, dat is natuurlijk, het is altijd een beetje koffiedik kijken, maar als ik kijk naar Groeneveld en Rahi van NEC, dat zijn toch gewoon 2 buitenspelers die in de Eredivisie makkelijk in de basis moeten kunnen staan. Dus ik denk dat dat 2 spelers zijn die, als ze de overstap maken, bijvoorbeeld in de winter, dat ze absoluut moeiteloos mee kunnen in de Eredivisie. En dan nog eventjes naar de uitslagen kijkend van de afgelopen speelronde. En wat valt daar het meeste op? Dat is denk ik toch wel de thuisoverwinning van FC Eindhoven op Cambuur. Niet zozeer dat Eindhoven wint, maar wel dat Cambuur weer verliest. Ja, en het is daardoor zo onrustig in Leeuwarden dat trainer Marinus Dijkhuizen vanmorgen op straat is gezet.
ja, de tegenvallende resultaten, ja, die kosten hem uiteindelijk de kop. Cambuur bivakkeert momenteel op een 17e plek op de ranglijst. Ja, en dat is natuurlijk gewoon Cambuur onwaardig. En zodoende is trainer Dijkhuizen vanmorgen ontslagen. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Sipke Hulshoff, die het natuurlijk vorig seizoen ook deed als interim trainer, en Jan Bruin. En het ontslag van Marinus Dijkhuizen, ja, dat is natuurlijk zeker iets dat besproken moet worden. En dat doe ik dan ook met Cambuur-watcher Henk Albers. Ik zou eerlijk zeggen, toen ze gisteren hadden verloren, heb ik nog met een aantal andere bekenden over gehad. Ik zei, dan denk ik dat het vrijdag de laatste kans van Dijkhuizen wordt. Tegen Telstar. Ja. Dus in die zin had ik het nog niet verwacht. Ik denk, hij krijgt nog de kans om nog een keer te zien dat het thuis nog een keer lukken wil. Maar goed, vanmorgen viel het doek dus voor Dijkhuizen. Ja, want hoeveel vind je nou dat hem te verwijten valt? Of heeft het meer te maken met misschien de kwaliteit van de selectie? Hoeveel valt de trainer in dit geval te verwijten van die 17e plaats? Natuurlijk is een trainer verantwoordelijk. En die wordt, en dat zei Dijkhuizen zelf ook vanmorgen, als de resultaten tegenvallen, ja, dan loop je het risico dat je op een gegeven moment als trainer aan de kant wordt gezet. Dat is dus gebeurd. Maar ja, daar zit natuurlijk meer aan vast aan het slecht presteren van Cambuur. Ja. En dan kom ik toch op het punt wat ik zeg over niet te benijden. Dijkhuizen is achteraf gezien gewoon op een heel verkeerd moment ingestapt. Ze hebben natuurlijk de wereld om doelpunten ingeleverd afgelopen zomer. Ja. Met het vertrek van een aantal doelpuntenmakers en aanvallende middenvelders. En dat niet alleen. Men heeft ook veel te luchtig over gedacht over het afscheid van zowel Harm Seinstra de keeper als Leonard Nienhuis. Ja. Ze hadden één van die twee moeten houden, vind ik. En nu, en dat zag ik meteen in de voorbereiding al, ja, er staan drie grabbelaars op goal. Ja, en dan kijken we eventjes naar de stand. En daar ga ik naar kijken met een brede glimlach. Want wat valt hier het meeste op? Dat is namelijk dat FC Volendam na 15 speelrondes eindelijk de laatste plaats van de Jupiler League heeft verlaten. Ja, ze doen de plek over aan Jong Utrecht. En ja, zodoende lijkt het erop alsof bij Volendam, ja, de weg naar boven weer wordt ingezet. En wie weet kan het ooit nog een keer leiden tot een kampioenschap. Al denk ik het niet. En dan de topscorers na speelronde 15 in de Jupiler League. En ja, ze kwamen alle drie tot scoren. Mart Lieder staat momenteel op 14 doelpunten. Sam Hendricks staat op 12 stuks. En Valpoort, door 3 goals in 2 wedstrijden, komt uit op 10 doelpunten tot nu toe dit seizoen. Ja, en dan nog eventjes, zoals jullie van me gewend zijn, de juiste totovoorspellingen voor de volgende speelronde in de Jupiler League. En de wedstrijd die ik ertussen uitpak is die tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles. Want ja, ik denk gewoon dat dit een makkelijke overwinning voor Den Bosch gaat worden. Go Ahead Eagles draait echt voor geen meter. Afgelopen maandag speelden ze weer gelijk tegen Jong Utrecht thuis in de Adelaarshorst. Dus ik denk dat dit een vrij simpele overwinning gaat worden voor FC Den Bosch. Dit was het Jupiler League weekoverzicht van deze week. Vond je het nou leuk? Vergeet zeker geen duimpje achter te laten. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van FC Afkikken? Vergeet het natuurlijk ook niet te doen. Verder kan je natuurlijk nog kijken naar FC Buitenland van deze week. Vrijdag is er weer een nieuw vrijdagmiddagborrel. Zondag natuurlijk weer een reguliere FC Afkikken live. En volgende week dinsdag ben ik weer terug met een spiksplinternieuw Jupiler League weekoverzicht. Om jullie helemaal bij te praten over de mooiste competitie van Europa. Graag tot volgende week!